Je kunt ook met de kraan invoeren, dan moet je wel een voldoende sterke trekker hebben. Deze is 90 pk die er nu voor staat en die past eigenlijk wel bij volgens de boekjes tot diameter 20. Het gaat om eikkronen en takhout uit dit vak. En het idee was, nou, laten we daar nou eens met de biomassa, kleinschalige winning mee bezig gaan. De harvester erin geweest. De harvester heeft het hout dus niet opgewerkt tot 10 centimeter diameter. Dus echt dikke kronen, nou, dat zien we hier wel liggen. Maar die lagen in het vak, ja, na de harvester. En ja, of ik de chunks kon maken enzovoorts. Ja, hoe doe je dat dan? En dan kom je gelijk bij ja, wat altijd in het hout is. Altijd die logistiek, altijd... Het zijn zoveel kilo's en zoveel volume per iedere keer weer. En het ligt dan hier in het bos. Nou, we hebben ervoor gekozen om uitrijcombinatie was hier in de buurt. En dan heeft hij op voor ons makkelijke stapels rillen gelegd. Zodat je daar met de hand makkelijk de biomassa uit kunt halen. Ja. Het is echt een gesjor aan die takken enzovoort. Maar het is een leerdag, dus laten we daar vanavond die analyse maken. Eventueel zeggen dat nooit meer. We hadden eerst nog de illusie, om met die aanhanger die daar beneden bij de opslag stond, om op die manier, die kan 6 kuub aan met een luxe wagen of een jeep, om het op die manier naar de opslag te rijden. Ja, we hebben zoveel water gehad en dit pad enzovoort. Van de week durfden we ons echt niet aan. Loonwerken met een keeper. Dus dan heb je weer een kostenpost bij. Irma zal het financiële plaatje aan het eind alle getalletjes invullen. Irma doet de cijfers en daarna maakt ze mij nog wel een keertje depressief daarna, denk ik. Maar, ik heb die chunker aangeschaft, waarbij Dolf, die ook hier dus bezig is, beheerder is van een landgoed met 120 hectare. Een aantal van jullie zijn daar misschien geweest, Remmenstein in Renen. Als je je spulletjes daar houdt, daar staat een kleine uitrijcombinatie. Ik heb hier een sleeptang bij. Als je dan zelf kan de regie hebt, hè, zodat je bijvoorbeeld niet je weg naar de rijdt. Als je gaat over, dan kun je wel weer met je kleine aanhangertje. Ja, dan kun je het variëren, kun je zien stil te zetten. Maar als je die bereidheid hebt, dan kun je dat permitteren. En je hebt een wat materieel of een landgoed. Ja, dan zul je dat op een slimme manier moeten gaan inzetten. Want je ziet het...